allemaal, welkom bij een nieuwe video op ons kanaal. Wij zijn een nieuwe serie gestart, genaamd Rijbewijs Groenendaal Test. Dit is de eerste aflevering van onze serie en in deze aflevering gaan we de leerverzorging van BR testen. BR heeft de volgende leerverzorgingsproducten. De Leather Combo, die tevens reinigt, maar ook voedt. De Leather Conditioner, die voeding geeft en glans. De Synthetic Leather Cleaner, waarmee je synthetisch leer kan schoonmaken. De Leather Cleaner, waarmee je het leer kan schoonmaken. De Leather Soap, dat is een zeep in vaste vorm. En de Leather Balsam op basis van bijenwas voor intensieve voeding. Ik heb mijn zaad erbij gepakt en zoals je ziet is die al een poetsbeurt toe. Anouk begint met de Leather Cleaner van BR. De Leather Cleaner reinigt en verzorgt, houdt het leer soepel en schoon en tast het stiksel niet aan. Ik heb het net 5 minuten laten intrekken en nu ga ik het met een fotorespons doorheen krijgen. Anouk gaat nu verder met stap 2, de BR Leather Conditioner. De BR Leather Conditioner geeft een intensieve voeding, verzorging en bescherming aan het leer. Geeft tevens ook een glans, beschermt tegen vet, vuil en zweet. Dit was mijn zadel en nu over naar mijn hoofdstel. Nu heb ik mijn hoofdstel gepakt en nu ga ik mijn hoofdstel poetsen. Anouk gaat verder met de BR Leather Zeep. De BR Leather Zeep geeft een intensieve reiniging, verzorging en glans, verwijdert vet, vuil en zweet en tast het stiksel niet aan. Anouk gaat nu verder met de BR Leather Balsam. De BR Leather Balsam met natuurlijke bijenwas zorgt voor een effectieve voeding, verzorging en bescherming van het leer. Tevens voorziet het leer van een waterafstotende werking. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het makkelijk aan te brengen. Ik merkte wel dat het dikker was dan de andere producten. Maar het geeft wel opnieuw een goede glans. Het waren allemaal fijne producten. De ene was lekkerder dan de andere. Maar het is geslaagd. Bereid je het goed.